Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Ten zuiden van Nederland liggen dikke sluierwolken, maar die blijven daar. Misschien dat er af en toe wat afwaait voor het zuiden van het land, maar verder is het in ons land redelijk zonnig. Temperaturen lopen vanochtend op naar een graad of 7, maar er komt vanmiddag nog wel wat bij. Een stevige noordoostenwind maakt het voor het gevoel wel wat kouder. De maxima geven uiteindelijk 12 tot lokaal 15 graden aan en vanmiddag is het op de meeste plaatsen gewoon ronduit zonnig. Fraai lenteweer dus, maar wel met een stevig windje erbij. Vanavond iets meer wolkenvelden, de temperatuur daalt naar een graad of 8. In de nacht kan de temperatuur nog wel dicht bij het vriespunt komen. En dat betekent ook dat de kans is op vorst aan de grond. Nou, morgen loopt de temperatuur gewoon weer vlot op. Het wordt weer 11, 12 graden in het noorden en een graad of 14 in het zuiden van het land. De zon schijnt geregeld, het blijft droog en de wind blijft ook doorwaaien. Voor zondag hebben we iets meer wolken op het programma staan. Voor de temperatuur maakt het niet zo heel veel uit, het wordt 12 of 13 graden. De wind neemt voorzichtig wat af. Maandag en dinsdag is de zon terug in het weerbeeld. Het blijft droog, het blijft ook volop lenteweer met iets verder oplopende temperaturen. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.